Op Sportspark Seelst stond zondag de confrontatie tussen UNA en AFC op het programma. Veel supporters zochten een plekje in de zon in plaats van een zitplek op de tribune in de schaduw. En dan is dit de opstelling van UNA met Rob van Boekel terug op het middenveld en Emre Bostanzi voorin. Rechtsback was er een plaats voor Sander van Weert. Als we voor de wedstrijd naar de stand kijken, zien we dat UNA op plaats 7 staat. AFC staat 3 plaatsen hoger op plaats 4. Hier balbezit voor AFC vroeg in de wedstrijd. Terugspeelbal is niet goed. Bal komt bij Emre Bostanzi. Hij denkt aan uithalen, maar het schot is te zwak. En zo is daar de redding van El Abdelawi. Mogelijkheidje voor UNA in de openingsfase, maar het blijft 0-0. Een vrij matte eerste helft als AFC hier het ten aanval trekt met Sutorius. Bal komt voor de voeten van spits Pieter Koopman. En die zorgt voor 1-0 voor AFC. Doelpunt komt een beetje uit de lucht vallen. Spits van AFC staat vrij en zorgt voor 1-0. We zitten dan 5 minuten voor rust als AFC opnieuw ten aanval trekt. Voorzet is daar en opnieuw staat daar helemaal vrij Pieter Koopman. En hij zorgt voor 0-2 in de 41ste minuut. Spits neemt de bal goed aan en zorgt voor 2-0. We zitten nog voor rust als UNA op zoek gaat naar de aansluitingstreffer. Goede bal hier van Mark Jans op Teun Sebrechts en onder El Abdelawi door. Is het in blessuretijd van de eerste helft 1-2. UNA gelooft er weer in en dit is een doelpunt op een heel mooi moment. Lange bal is van Thomas Huibe. Wordt goed verwerkt door Mark Jansen met buitenkant rechts. En dan is daar Teun Sebrechts die voor 1-2 zorgt in de 45ste minuut. Na rust gaat UNA natuurlijk op jacht naar de gelijkmaker als hier een steekbal komt. Maar de keeper van AFC, El Abdelawi, is op tijd bij de bal. Hij geeft mee aan zijn verdediger, maar is daar Sander van Weert die er goed tussen zit. Hij krijgt de bal terug op rechts buiten en heeft hier een goede voorzet op Nick Tielemans. Nog altijd Tielemans aan de bal met een verdediger voor zich. Is daar de individuele actie en een mooi schot in de verre hoek is het zo 2-2. UNA krijgt de beloning voor het harde werken naar de 0-2 achterstand. Goede individuele actie van Nick Tielemans. Door de benen gaat hij daar en dan is de keeper van AFC kansloos. 2-2 en dan is er nog van alles mogelijk. Nick Tielemans bedankt de aangever Sander van Weert. Thomas Huibe dan met de bal op Tom Dekkers. Aanname is niet goed en dan kan daar spits Pieter Koopman op Stoškovič af. Hij scoorde 2 keer voor rust, maar nu vindt hij de doelman van UNA op zijn weg. Tom Dekkers loopt daar bij een blessure op. De aanwijzingen zijn daarvan Mark Schenning. Vrije trap dan voor AFC op een mooie plek met Sutorius. Bal wordt nog aangeraakt, maar met één hand is daar de mooie, fraaie redding van Peter Stoškovič. Goede redding van de UNA-doelman en zo blijft het bij 2-2. Hier nog een aanval van UNA vlak voor tijd als de bal komt bij Mark Jansen. Hij haalt uit de draai. Maar El Abdelawi houdt de bal eruit en zo eindigt het duel in 2-2.